It's all I wanna do. Yo, Robert Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. En vandaag heb ik voor jullie een hele aparte video. Want ik ga vandaag helemaal niet gamen, maar jullie zien wel Advanced Warfare. Wat het is namelijk is een video wat een lange tijd geleden door vrouwen heel veel werd gedaan. Namelijk What's in my bag challenge. Dat betekent wat is er in mijn rugzak of handtas challenge. Wat ik vandaag ga doen is What's in my armory. Niet challenge, maar ik ga gewoon jullie laten zien wat ik in mijn armory heb zitten. Dus laten we beginnen bij permanent loot natuurlijk. Nou, zullen jullie zien, jullie kunnen het al een beetje zien natuurlijk wat ik allemaal heb gekocht. Of gekregen, wat ik uiteindelijk ook heb blijven houden. Zoals de crossbow, de golden crossbow, de AK-12, G, die krijg je natuurlijk bij de first, of weet ik weer. D-Zero editie geloof ik van Advanced Warfare. Krijg je natuurlijk de AK-12 gold, een gouden crossbow en de AMA Quantum Gold. Die kan je allemaal niet redeemen. Zoals jullie zien, jullie ook allemaal shirtjes zoals Atlas Tire. Shirt die ik nou ook aan heb, zoals jullie hier zo zien. Ik weet niet waarom die rare glinster eroverheen komt, maar dat is dus zo. Die krijg je natuurlijk als jij door precies vanaf precies 1 tot en met Master heb ik deze helemaal gekregen. En daarvoor droeg ik altijd de KV Assassin Mask. En voor de rest droeg ik helemaal niks anders, laat maar zeggen. Dus laten we nou gewoon even naar hetgene gaan wat ik kan redeemen. Laten we even kijken. Even redeem loot. Dan komen we hier uit. Zullen jullie zien, heb ik een AK-12 RIP. 2 bal 27 opzien is iets waar ik eerst 3 van heb, maar eentje keer heb verkocht. Ik heb een silver bullet, ik heb een sledgehammer, breakneck, steelbite. En dat was het wel zo'n beetje wat op deze pagina goed was. Nou, hier heb ik de Pytec Royalty, MP11 Goliath en de SAC 3 Isolated. Die als goed is non-Akimo is, dus 1 handje. Dus even kijken voor jullie. Laten we hem even op deze klas gewoon gooien en even gaan kijken. Hier staat hij. Ja, hier zie je, het is een non-Akimo versie. En het is best wel een chill wapentje. Hij killt best wel snel. Ik ga even naar deze toe. Hij killt als het goed is best wel snel. Of hij is gepatcht. Nou, hier. Voor een SMG is het best wel oké. Oh, ik moet even reloaden. Maar ik kan hier wel mee leven als SMG. Maar daar waren we natuurlijk niet mee bezig. We waren hiermee bezig. We waren op deze pagina. En verder rest heb ik een blunderbus. Een NA45. Die gebruik ik natuurlijk. Die verkoop ik gewoon. Voor de rest die allemaal kleren wat ik eigenlijk niet gebruik. Een crossbow die weg kan. En een XMG. Black and White. Had ik niet heel veel goede ervaring mee als je de Gun Game video van maandag hebt gezien. Hier clown pack. Daar heb ik verder ook niet meer van. En hier wat royalty schoenen en andere shit. Dat is allemaal ook niet echt heel erg belangrijk. Time limit loot. Heb ik gewoon een Red Baron cap, Bloodshot helmet, Red Baron exo en Red Baron glasses. Verder goggles. Voor de rest heb ik hier niet heel veel staan. Ik heb een keer zo'n heel Bloodshot ding gehad. Maar ik vind dat deze eigenlijk gewoon heel de tijd als permanently of supply drop een van die twee dingen moeten brengen. Want het is een heel sick item wat je dan allemaal bij elkaar kan sprokken natuurlijk. Maar de video is een beetje kort, dus ik ga ook even mijn class allemaal laten zien. Nou, zullen jullie zien, heb ik hier een bal 27 Obsidian Steel class met een silencer voor voorgrip en een adjustable stock. Als perk 1 gebruik ik low plove, als perk 2 blind eye en perk 3 blast, suppressor en scavenger. Waarom geen toughness gebruik? Het merkt niet heel veel in Advanced Warfare en op zich is het wel gewoon oké. Ik heb een UAV, Systemhack en Warbird aanstaan. Door mijn Warbird moet ik nog even extra time zetten. En hier moet ik assist points op gooien. Nou, hier is precies dezelfde class, alleen met action het merk zoals ik niet silence wil spelen. Nou, hier hebben we een EPM3 waar ik ook een video mee heb op gaan nemen. Voor jullie natuurlijk. Hier heb ik dus de HBRA3 klas die ik normaal heb. Zal ik hier eventjes neerzetten. Hier zie je, ik heb nog geen van deze wapens. HBRA3, Average Joe. Met de diamond camo. Dat doe ik altijd in quick draw, stok en extend max op. En dan is dat ook hetzelfde. K5 ook hetzelfde. Qua scores is alles hetzelfde. Alleen qua perks is het allemaal anders. Hier een blunderbus waar ik ook een keer een video mee op ga nemen. En hier zijn mijn twee search and destroy classes.
Als je het natuurlijk naar over wil nemen, moet je gewoon even de video op pauze zetten. Dus jongens, dit was de video voor vandaag. Mocht je genoten van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Dat helpt natuurlijk enorm. En dan hebben jullie het gezien bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.